Jullie maken al 5 jaar lang het station van Almelo schoon. Hoe ziet een normale werkdag er voor jullie uit? We komen 's morgens binnen en we halen de kar op en de vuilniswagen en dan gaan we de perron op. En dan regelen we het. Bak voor bak gaan we schoonmaken en met het lab er langs en met de vuilniszakken in de kar. En dan brengen we weer terug naar het perron, naar de hal toe. En via de hal gaan we weer naar het afvalhok en dan starten we het leeg. Jullie zullen vast een heleboel tegenkomen op een dag. Ja, noem maar wat, zoals hondenbelasting, hondenontlasting en alles. En fruitschillen en aardappel of sinaasappelschillen. Al die dingen wat eigenlijk in de vuilnisbak hoort, dat gooien ze ernaast. En dan zeggen ze gewoon van, daar lopen jullie voor. Daar heb ik altijd een gruwelijke hekel aan als ze dat zeggen, maar ik heb me er 2 keer aan geërgerd. En de derde keer doe ik het niet weer, dus... Hebben jullie het gevoel dat jullie werk gewaardeerd wordt door de reizigers? Ja, de meeste reizigers die zijn aardig tevreden met wat we doen. Maar je hebt er ook een aantal die het gewoon de spullen voor je voeten neergooien en is van ruim het maar op. Maar het is over het algemeen is het allemaal een dikke duim en het is prima wat wij doen. Als wij het niet doen, dan loop je eigenlijk door de peuken. Waaruit halen jullie de voldoening? Het contact met de mensen. En dus, ik zeg wel eens soms van, wat maakt jullie het mooi schoon? En dan gaat bij mij de duim omhoog en dan denk ik van, hé, dan hebben we toch weer gered. En dat vind ik mooi werken op zo'n manier. Reageren de meeste reizigers zo? De ouderen meestal. De jongeren af en toe. Maar de ouderen in de hoofdzakelijke, ja. Is het schoonmaken van het station en de perrons jullie enige rol? Nee, we zijn ook meer de gastheren die hier rondlopen. Als er een lift kapot is, helpen we ouderen met zware koffers het perron op. Als er een of andere ongeluk is gebeurd op het spoor, dan helpen we de mensen de juiste treinen te vinden en zien dat ze op een bestemming aankomen zoals ze het moeten. Jullie zijn dus eigenlijk allround? Ja, we doen alles wat we eigenlijk kunnen. Kunt u een leuke anekdote vertellen uit de afgelopen 5 jaar? In het eerste begin dat we hier net liepen, kwam er een man naar mij toe en die vroeg wat ik van Acito vond. En in het eerste was het van, ja, Acito is prima, ik zeg alleen het werkmateriaal deugt voor geen meter. En na de tijd bleek dat ik de grote baas had gesproken. En toen? Ja, het is goed. Hij was dik tevreden en na de tijd was het altijd van, mijn vriend. Dus... Kun je vertellen waarom jullie werk eigenlijk onmisbaar is? Als wij het niet doen, dan wordt het helemaal een puinhoop. Ja. Op na de volgende 5 jaar? Sowieso. En natuurlijk ook samen. Ja, probeer ik wel. Ik hoef alleen nog maar 2 jaar, dan is het loest. Of 2,5 jaar, dan is het gebeurd. Maar ik werk zo lang mogelijk met hem samen. Dus we maken er een mooie tijd van. Dank u wel. Graag gedaan.